Welkom op het Steyr Municipality Event. We hebben hier tal van machines gedemonstreerd. Van de Terrus tot en met de CVT, tot en met de Profi en de Multi. Met sneeuwschuiven, sneeuwruimers, niet altijd van toepassing in onze contrain. Maar we zijn hier op een unieke plaats, de Groosklöckner. 2500 meter hoogte, ideale omstandigheden. Tot 2, 3, 4 meter sneeuw waar we deze machines kunnen testen in extreme omstandigheden. We staan hier bij onze nieuwste aanwinst, de Profi S-Control 8. 8 traps, powershift, uitermate goede DLG powermix test, heel laag brandstofverbruik. 360 graden LED pakket, maakt van een nacht een dag tot 2000 lumen per licht. Kan uitgerost worden met specifieke eisen voor gemeentes, met een zwaailichtenbalk bovenaan. Speciale kleuren zijn ook altijd mogelijk. Specifieke eisen zitten in het Steyr DNA. Naar de wensen van de klant moet de multicontroller verplaatst worden. Kan allemaal, omkeer in richting. Alles is mogelijk op dit type tractoren. We staan hier bij de Multi, een veel gebruikte in Oostenrijk en ook zeker van toepassing in België en Nederland. Beschikt over een Hydrac voorlader met een autolock systeem die automatisch lokt. Zonder uit te stappen kan je eigenlijk inschakelen en uitschakelen. De hydraulische leidingen worden ook automatisch gekoppeld en als ook de elektrische leidingen. We zien hier het communaal Euro 3 frame. Zowel zomermachines als wintermachines kunnen daarop aangekoppeld worden. Verschillende hydraulische leidingen. Aftakas loopt ook onderaan door de trekker voor duwfuncties en voor stabiliteit. Aan beide zijden beschikken we over een stabilisatiecilinder, af fabriek beschikbaar om ook in hellende omstandigheden stabiel te blijven. Dus vanaf de ontwikkeling van machines, van Steyr, alle tractoren, wordt er rekening gehouden met ons Municipality DNA, zodanig dat we ook voor verstevigingen altijd op de correcte plaats zitten, zoals je hier ziet, onderaan tot het einde doorloopt. Het communaal frame kan ook besteld worden in affabriek Euro 3, dus ook verschillende aankoppelingen. Er kan ook een frontdef aangemonteerd worden voor normale werktuigen. Een sneeuwschuif kan aangemonteerd worden, maaicombinaties kunnen gemonteerd worden. Het loopt onderaan de tractor door, zodanig als je duwbewegingen doet voor stabilisatie van het frame en in alle omstandigheden voldoende stabiliteit te hebben. Het is beschikbaar op alle machines. Dus specifieke eisen van de klant. Hier zit een hendel voor de bediening van de sneeuwschuif of van een maaiarm. Kan geplaatst worden in het midden, maakt het gemakkelijk voor het bedienen. IPC-paneel is dan vooraan geplaatst. We voldoen aan alle wensen van de klant.